Gisterenavond zorgde een opmerkelijke onthulling in Umberto Tan's talkshow voor heel wat verwarring. De vier leden van de toppers, Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom en René Vroger, waren te gast om hun terugkeer naar de Amsterdamse Arena aan te kondigen na een jaar afwezigheid. Tijdens het gesprek onthulde een collega-topper een verwarrend detail over hun naam, ze heten eigenlijk helemaal niet de toppers. Umberto Tan, de gastheer van de show, bracht het onderwerp naar voren en verklaarde dat hij altijd had gedacht dat ze de toppers waren. Dit zorgde voor enige verwarring onder de leden. Jeroen van der Boom keek twijfelachtig naar zijn medetopper René Vroger en vroeg: "Toppers in de muziek zijn het, hè?" René Vroger was ook verbaasd en vroeg om opheldering. Jeroen onthulde vervolgens dat ze eigenlijk Jeroen, Gerard, Gorde, Jan of René en dan eronder toppers in concert waren, wat meer te maken had met hun liedjes. Humberto vroeg: "Dus jullie zijn eigenlijk niet de toppers?" Jeroen legde uit: "De toppers in concert verwijst naar de liedjes die iedereen kent." Dit verwarde Jan Smit, die verrast reageerde en zich afvroeg of dit nog steeds het geval was. René Vroger verduidelijkte dat ze altijd de naam toppers in concert hebben behouden, maar merkte op dat tegenwoordig iedereen het woord toppers in elke reclame gebruikt. Gerard Joling voegde eraan toe: "Maar je kunt toch nooit van jezelf zeggen dat je een topper bent?" Humberto Tan gaf toe: "Dat heb ik wel 20 jaar gedacht." Jeroen van der Boom bekende dat hij altijd een zekere aarzeling voelde als mensen de toppers riepen. Jan Smit was verbaasd over dit verhaal en vroeg waarom dit nooit eerder aan hem was verteld. Gerard Joling besloot het luchtig op te nemen en zei: "Het zal me een worst wezen, zolang de zaal maar vol zit."